Mark Canisius van Pathé. Ja, klopt. Welkom hier. In Topnames proberen wij te praten. Praten wij altijd met mensen over de invloed van de digitalisering op hun wereld. Wij beginnen meestal met het checken van de LinkedIn profiel van mensen. Daar zag ik dat jij sinds 1997 bij Pathé werkt. Mm-hmm. Dus begin eerst even te vertellen waarom die filmwereld, waarom ben je daar begonnen? Omdat film is waarschijnlijk het meest fijne en fantastische wat je in je vrije tijd kan meemaken. Sinds 2000 is internet er gekomen, is er heel veel geautomatiseerd, is er ook veel geïnvesteerd in de serviceverlening naar klanten toe, wat automatisch te maken heeft met het eenvoudig maken van het boeken van een ticket of het vinden van een filmprogramma of het vinden waar draait een film of waar gaat een film over. En als laatste stap maak ik een hele grote stap waar we nu mee bezig zijn. En dat is afscheid nemen van analoge projectie naar digitale projectie. En dat betekent dat wij nog meer verschillende soorten content kunnen laten zien. Maar andere soorten content, denk je dan ook aan andere dingen behalve speelfilms? Ja. Geef eens een voorbeeld, waar denk je dan aan? Nou, sinds een aantal jaar zijn we bezig met opera, we zijn bezig met ballet, we zijn bezig met muziek. We hebben het WK hebben we in huis gehad, met 3D. En als je dat een beetje verder over nadenkt naar de toekomst toe, dan zouden dat misschien wel previews kunnen zijn van een televisieprogramma. Dus dat kan heel ver gaan en ik denk dat het zover gaat komen. Zijn het dan live evenementen of dat zijn beide, dat zijn dingen of van alles wat? Dat zijn live evenementen. De opera, de Met in New York is live. Maar dat kan ook in een encore, zoals wij dat noemen, programma. Dat wil zeggen dat het is opgenomen en de dag daarna of de week daarna. Maar dat haal je live per satelliet naar de betreffende bioscoop? Ja. Als het gaat om het product wat we laten zien in de bioscoop, dat is constant, is dat aan veranderingen onderhevig. En dat wordt met name gevoed, wat wil de consument? En dat is altijd wel de uitdaging om daarachter te komen en producenten bereid te vinden om product te maken wat aansluit bij de wensen. En ik denk dat het voor de hand ligt, een volgende stap die wij gaan zien is gaming in de bioscopen. Wat wij verkopen als Pathé zijn nu in feite twee producten. Wij verkopen een product wat te maken heeft met beleving, dat is de bioscoop. En wij verkopen sinds kort ook een product wat te maken heeft met convenience. En dat is Pathé Thuis. Wat is jullie roadmap? Waar willen jullie uiteindelijk te zien zijn met dat product? Onze ambitie is uiteindelijk dat wij op ieder televisiescherm in een huishouden in Nederland, dat we daar ons product kunnen aanbieden. Wij zijn nog niet zover dat we een koppeling kunnen maken tussen bioscoop en gedrag van consumenten en de koppeling met Pathé Thuis. Maar dat gaat gebeuren, dat is zeker. Met wie concurreren jullie? Welke partijen zijn zeg maar op ditzelfde terrein bezig waar jullie van moeten willen winnen? Pathé merk onafhankelijk, platform onafhankelijk zijn dienst gaan aanbieden. Waar bijvoorbeeld een iTunes zegt, prima, wij hebben een mooi VOD-programma en dat hebben ze. Maar wel in een closed omgeving. Een UPC... een aardige VOD-dienst, maar alleen als je abonnementsgeld betaalt bij UPC. Waar wij zeggen, je hoeft geen abonnement te betalen, je hoeft geen administratiekosten te betalen. Je kan kijken wat je wil zien en dat betaal je op het moment dat je de dienst van ons afneemt. Is het ook voorstelbaar dat je op een gegeven moment behalve speelfilms en je noemde net al documentaires, dat je ook bijvoorbeeld gewoon populaire Amerikaanse series gaat aanbieden? Ja, zeker. De 24's van deze wereld of de andere dingen die mensen graag... De Dexters. En waarin onderscheid je je dan nog van een gemiddelde zender uit het SBS-concern? Daar kan ik een boek over schrijven. Maar er zijn zenders die leven op speelfilms en Amerikaanse series. Ja, maar goed, als het gaat om de lineaire programmering van heel veel partijen, die worden gedreven op advertenties. Ja. Wij zullen geen advertenties doen. Punt uit.